Spinazie, boerenkool, gras, koemelk en kalkpapier worden vanaf maart ingezet om de vervuiling rond de Harlinger afvaloven vast te stellen. LTO Noord en afvalverwerker Omrin zijn dat overeengekomen. De Universiteit van Wageningen gaat de uitstoot van stoffen door de reststoffenenergiecentrale in Harlingen meten. In maart wordt gestart met een nulmeting. Plant Research International, onderdeel van Wageningen Universiteit, heeft het monitoringsprogramma ontwikkeld. Dat is gelijk aan de methodiek die zij gebruikt voor de biomonitoring in Alkmaar en Wijster. Daar functioneert de controlemethode al bijna 15 jaar naar tevredenheid. Bij de monitoring zoals die op de REC toegepast gaat worden, worden spinazie, boerenkool, gras, koelmelk en kalkpapier gebruikt als verklikkers van te hoge uitstoot. Van deze indicatoren is bekend dat zij heel gevoelig zijn voor stoffen die bij afvalverbranding kunnen vrijkomen. Op 5 plaatsen worden bakken met gewassen geplaatst. 4 in de directe omgeving van de reststoffenenergiecentrale en 1 wat verder weg als referentielocatie.